de wijk Leidse Rijn en fijn dat u er weer bij bent. Annemiek gaat op bezoek bij Nijenveld, een project van gemengd wonen. Broederschap Vleuten overhandigt een mooie cheque. Zelf neem ik een kijkje bij een nieuw spel. Heel veel kijkplezier! Nijenveld, achter mij staat een leeg gebouw en dat wordt straks gevuld met bewoners. Gemengd wonen gaat hier beginnen. Bewoners van Leger des Heils en van mensen die zich hebben ingeschreven bij GroenWest. Ze gaan samen een community vormen. En hoe dat gaat, dat ga ik eens even navragen. Gemengd wonen zeg je, gemengd met wat? Ja, dat is dus zowel begeleide huurders van het Leger des Heils als niet begeleide huurders. En de niet begeleide huurders kiezen bewust om samen met de begeleide huurders een community te vormen. Dus ze vormen samen een bewonersgroep. Dus als het bijvoorbeeld niet goed met iemand gaat, dat houden ze dan goed in de gaten. Of ze organiseren iets leuks in de ontmoetingsruimte bijvoorbeeld. Maar als er niks gebeurt, kom jij dan om de hoek kijken? Nou, wij hebben een community-medewerker. Vanuit het Leger des Heils is diegene aangesteld. En zij begeleidt eigenlijk de bewoners om tot een groep te komen. Want dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Jullie gaan hier wonen en het is gemengd wonen. En jullie hebben gedacht van, nou, dat vinden wij niet erg. Wij gaan gewoon hier lekker wonen. Ja, zeker. Ja. Het lijkt ons superleuk om hier met andere mensen te wonen waarmee je echt samen een community vormt. En dat je echt met z'n allen vanaf het begin begint hier met wonen. En dat je ook andere mensen op hetzelfde niveau instapt en zo leert kennen. Ja, jullie hadden het ook over een community met elkaar zijn. Hebben jullie daar al ideeën over? Hier zie je de mooie kinderboerderij, dus daar lekker een ommetje met z'n allen. Een beetje even een keer met iemand lopen, nu nog één op één misschien iets meer. En we hadden ook al bedacht, we hebben zelf vorig jaar begonnen met Bob Ross schilderen. Dus een keer met z'n allen gewoon buiten schilderdoek neerzetten en met z'n allen gaan schilderen. Zoiets leek ons wel leuk. Ja, jullie zijn dus hele creatieve mensen die het wel leuk vinden om andere mensen ook mee te nemen. Ja, zeker. Jij zeker. Ook hou ik veel van koken en zijn we echt de spelletjes van naten. Dus koken en spelletjesavonden lijkt ons ook superleuk om een keer te doen. Jij staat hier in je eigen tijd vrijwilligerswerk te doen. Wat ben je allemaal aan het doen vandaag? Nou, het is gisteren geschilderd en vandaag moet de laminaat erin. En dan moet het ingericht worden. Ja, dat doet de bewoner zelf, denk ik. En je dacht bij dit project van ik doe mee. Hoezo? Nou, ik ben al vrijwilliger bij het Leger des Heils. En dit kwam op de mail dat ze dus iemand zochten om te verven. Dus heb ik me aangemeld voor het verven. Nou, ik heb geverfd en nou mag ik laminaat leggen. En doe je dat wel eens vaker? Want waarom doe je dat? Nou, ik ben gepensioneerd, dus qua tijd zit ik ruim in mijn jasje. En ik vind het leuk om te klussen. Dus dat is verven of laminaat leggen of ander soort dingetjes. Dat komt dan als dat op mijn pad komt. En ik woon hier achter, dus het is lekker dicht bij huis. Want hoe vind je van het project, van je gemengd wonen? Nou ja, het hoort bij je. Die mensen moeten ook een woning hebben. Dus wat dat betreft is het goed dat deze units die al een jaar of vijf leeg stonden, dat die op deze manier weer gebruikt gaan worden. Vandaag is het precies de 550ste verjaardag van de Broederschap van Vleuten. Een feestelijke dag. En in plaats van dat ze cadeautjes krijgen, gaan ze vandaag cadeautjes weggeven. We staan voor het hospice. En het heeft iets met bier te maken en dat maakt het reuze interessant. We gaan eens even aan ze vragen wat het gaat worden. Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw 550-jarige verjaardag. Dankjewel. Precies vandaag. Precies vandaag, 21 april 1471. Zijn er ridders uit deze streek hier in de kerk die hier net niet op beeld staat, denk ik, maar in de Torenpleinkerk, wat vroeger de Willibrordkerk heette, zijn ze bij elkaar gekomen onder leiding van de pastoor van het gerechte haar
om te bezegelen dat ze stoppen, zouden stoppen met ruzie maken en landje pik gaan spelen. Maar dat ze zeggen, we gaan wat goed doen voor de maatschappij, voor onze naasten. En dat is 550 jaar geleden gestart. Nou, dat is een heel mooi werk, weet ik. Maar u doet op dit moment ook hele mooie dingen. Zeker. We proberen onze voorgangers die dat gedaan hebben te blijven volgen. Dus dat we elke keer weer kijken van welke mooie doelen kunnen we bedenken om te ondersteunen. Ja, en vandaag een hele speciale dag op onze verjaardag hebben wij het Johannes Hospitium kunnen verblijden met een cheque van €2500. Die hebben gespaard vanuit bierverkoop van het eerste broederschapsbiertje wat is gebrouwen dit jaar. Een locatie in het dorp wat fantastisch is. We hebben er zelf, Elder Vader heeft hier gelegen, dus ik heb het van heel dichtbij mogen meemaken wat voor goed werk jullie doen voor de mensen die in hun laatste levensfase zitten. Dus chapeau, niet alleen voor het gebouw en voor de mensen, maar vooral ook de mensen die er werken, de zorg van elke dag. We hebben ongeveer 1000 liter bier laten brouwen door de plaatselijke brouwerij Maximus met wat ingrediënten uit dit gebied. En dat hebben we verkocht en dat liep als een trein. Dus ik ga het nu aan je tonen. En ik moet er ook even zien. Zo. €2500. Fantastisch. Een feestelijke dag, maar toch voor het hospice. Raar eigenlijk. Nou ja, het is met corona kunnen we het allemaal niet doen zoals we het zouden willen doen. Maar op deze manier kunnen we het uitstekend organiseren. En we zijn natuurlijk ongelooflijk blij dat de broederschap van Vleuten haar opbrengst van de actie ter gelegenheid van 550 jaar bestaan aan het Johannes Hospitium heeft geschonken. En wat is het hospitium eigenlijk? Het Johannes Hospitium biedt, als ik het heel kort moet zeggen, liefdevolle topzorg voor mensen gedurende de laatste levensfase. Dus mensen die echt geen kans meer hebben op herstel of beter worden, die komen hier naar dit huis en wij begeleiden ze dan tijdens hun laatste levensdagen. Wat gaat u bij de cheque doen? We hebben al heel lang op ons verlanglijstje staan dat we de kamers van de gasten willen opknappen. Daar zijn we al een tijdje voor aan het sparen. En we zijn ontzettend blij met dit fantastische bedrag. Zodat we hopelijk de tweede helft van dit jaar dat ook kunnen realiseren. Daan, wat gebeurt hier allemaal? Nou, we zijn een potje archie tech aan het spelen. Ja, en wat is dat? Wat is dat? Dat is pijl en boog schieten tegen elkaar. En, met een stompe punt op de pijl, zodat je elkaar niet kan baseren. En hoe ben jij er zo op gekomen om dit te gaan doen? Door de gemeente Utrecht zijn we gevraagd, als school zijnde, ik werk op het Amadeus Lyceum, of wij leerlingen bereid konden vinden om mee te denken aan een leuke activiteit voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. En we hebben gebrainstormd en dit kwam naar boven. Het is ook iets nieuws. Het lijkt mij heel leuk. Ja, dat is het ook. Ja, de teams die al eerder zijn geweest, die willen graag ook weer terugkomen. Dus die kijken mij liefdevol aan of ze alsjeblieft nog een keertje terug mogen te komen. Ik las ook iets over trefbal en paintball. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is een samensmelting daarvan. Hè. Paintball, dan heb je een geweer met paint, hè, balletjes met verf. Trefbal, dat is iemand afschieten of afgooien. Nu doe je dat met een pijl en boog. Maar zonder verf? Zonder verf, ja. Je hebt ook varianten met verf, maar dat vonden we een beetje overdreven. Wat
Wouter, jij bent van Sportbox? Ja, klopt. En hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik ben hier vanuit de Sportbox gevraagd of ik ervaring had met Archery Attack. En of ik de tijd en zin had om dat te geven aan groepen kinderen. En heb je die ervaring? Die ervaring heb ik. Ik heb dat eerder gedaan en ik heb de tijd en ik vind het leuk om te doen. Ja, want wat doe je normaal? Normaal geef ik bossabalclinics en beachvolleybalclinics voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten. Maar dat ligt door corona nogal stil. Dus het is voor mij leuk om weer buiten de deur te komen en weer een beetje actief bezig te zijn. In plaats van alleen maar dingen opruimen en schoonmaken. Zo'n evenement als dit, hoe loopt dat? Ja, dat loopt wel aardig eigenlijk. Korte tijd, veel bereikt. We hebben nu 20 groepen die zich hebben aangemeld. Dat is heel veel, want ik hoor eigenlijk alleen maar jongeren die zitten te gamen, die zitten in huis. Maar ik zie ze hier toch heerlijk bewegen. Ja, dat was eigenlijk ook het doel van de activiteit. Gewoon iets nieuws, iets spetterends, iets wat ze misschien wel eens een keer gedaan hebben of gezien hebben. En ik dacht, nou, ik ga dat voor ze aanbieden. Nou, coördineer jij meer van dit soort dingen? Merk je ook dat ze dan daardoor wel echt meer gaan bewegen? Je merkt wel dat ze veel meer plezier eruit halen, ja. Ja, want plezier is wel heel belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Ja, en zeker in deze tijd. Ze hebben veel online dingetjes. Nou ja, de sporten mogen nu wel. Maar als jij bij een muziekvereniging zit of bij een toneelvereniging of een dansvereniging. Ja, dan zit je voornamelijk thuis achter een laptop. Dan doe je de dansjuf na of iets dergelijks. En ik wilde gewoon voor iedereen wat aanbieden. Maar hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ja, ik heb een tijdelijke website. Dat is archeryattackutrecht.nl. En daar staat de informatie op. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. Wilt u de filmpjes nog een keer terugkijken? Dat kan. Op ons YouTube-kanaal of op onze website. U kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot volgende week. Bye.